Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. En vandaag hebben we het over sociale innovatie. Samen ondernemen en producten maken. We lopen ermee voorop in Brabant. Heiko Jessejan, journalist van het Financiële Dagblad, weet waarom we er zo succesvol mee geworden zijn. Welkom Heiko. Verder startende studenten. Studenten van de TU in Eindhoven die barsten van de goede ideeën. Maar hoe maak je van hen ook goede ondernemers? Robert Al die is erop afgestudeerd en straks vertelt hij er meer over. Ook van harte welkom. En we toveren steeds meer producten uit een printer. Daarover krijg je straks ook meer te horen. Mijn kampioen van vandaag is Bob Hutte, groot geworden door mensen te voeden, om het maar eigenlijk zo te zeggen. Hoeveel monden voed jij eigenlijk per dag met Hutte Catering? Zo, dat is een goede vraag. Ja, maar als ik het mag schatten, ik denk zo'n beetje 20.000. 20.000 in Brabant en ik denk een 40.000 in de rest van het land. Weet je, we gaan meteen het nieuws met je doornemen. Dit is dan wel een leuke die we meteen aan je kunnen voorleggen. Dit is een tweet die we tegenkwamen. Moeten we wennen aan de meelwormen? Dus gaan we insecten eten om straks de wereldhonger te voorkomen? Wat denk jij? Nou, meelwormen is in ieder geval een goed antwoord op wereldvoedselschaarste. Maar de worm aan zich, ik denk dat je daar allerlei mooie dingen van kunt maken. Hartstikke veel makkelijker om te eten. Dus ik denk dat het een goed antwoord is, maar niet in zijn vorm. Niet in zijn vorm. Ik wacht er nog even mee, totdat er echt niks meer is. Een andere, misschien voor jullie aan deze kant interessant. Vorig jaar zijn er flink meer jonge ondernemers gestart. Het dubbele van 2011. Robert, is dat een goede ontwikkeling? Of het een goede ontwikkeling is, ik denk het wel. Ik kan het zeker beamen, want wij zien bij de TU steeds meer studenten die tijdens hun studie al gaan ondernemen. Ja, dus het worden er zeker meer. Daar gaan we het straks ook over hebben. Het zijn er 735 ondernemers bij de Kamer van Koophandel ingeschreven die jonger zijn dan 18 jaar. Ja. Ik vind het veel. De jongste is overigens 14, een Brabander natuurlijk. Ja, natuurlijk. En 77% is man. Wat vind jij ervan, Heiko? Nou ja, jong geleerd, oud gedaan. Dus ik vind het prima, deze ontwikkeling. Niks mis mee? Nee. Oké, straks meer daar ook over. Bob, je hebt nieuws meegenomen voor ons. Wat heb je uitgezocht? Ja, ik vond dit wel bijzonder. Want we zijn zo in dit land bezig om alles beter te maken. En dan staat er in de krant dat een patiënt eigenlijk kiest voor een buurtziekenhuis. Mm-hmm. En dat hoeft dan niet per se het beste te zijn. En dat is wel opmerkelijk, vind ik. Want vind je? Ik dacht dat het uiteindelijk zo zou zijn dat je de beste specialist voor je knie wilde hebben. En als je dan naar Amsterdam moet reizen, dan doe je dat maar. Maar hier staat toch het tegenovergestelde en bijzonder. Voor veel provincies in ons land is Brabant een voorbeeld. En zeker als het gaat om samen producten ontwikkelen en op de markt brengen. En dat doen we ook op veel plekken in Brabant en ook nog eens met heel veel succes. Heiko Jessejan, je bent redacteur van het Financieel Dagblad. En je schrijft vanuit Amsterdam veel over Brabant. Samen innoveren, blinken we daar echt zo in uit in Brabant? Ja, ik denk dat Brabant zich in dat opzicht onderscheidt van de rest van Nederland. Want wat je hier ziet is dat men op een bepaalde manier veel gemakkelijker verbindingen met elkaar aangaat. Dus, is dat die Brabantse gemoedelijkheid waar wij altijd zo mee strooien? Nou ja, gemoedelijkheid is daar een onderdeel van. Maar het is veel breder. Het is een oprechte interesse, aandacht voor elkaar, betrokkenheid. Mensen zijn, hebben niet veel moeite om dingen met elkaar te delen. Dus mm-hmm. ook ideeën of hoe zou jij dit aanpakken. Maar onverwachte verbindingen aangaan. Dus de Brabanders die verstaan de kunst om hele verrassende verbindingen aan te gaan. En daar zit voor mij zeg maar het aspect van sociale innovatie. Maar waarom lukt dat juist ons zo goed? Want als je die kenmerken noemt, zou ik denken dat zou in iedere provincie moeten lukken. Ja, ik denk dat dat te maken heeft met een stukje geschiedenis, de cultuur in Brabant. Als je kijkt, ik praat vanuit Amsterdamse perceptie. Ja, zeg maar dat vinden we leuk. Ja. En dan zie je gewoon toch dat het meer een geatomiseerde samenleving is. Mm-hmm. Mensen zijn veel meer ieder voor zich
en God tegen ons allen, zeg ik dan altijd. Nou, hier is God nog aanwezig. Hè? De letterlijk. De Rooms-Katholieke Kerk heb je hier. En dat geeft een bepaalde geworteldheid. En in het westen van het land zie je dat het sociale weefsel, wat hier nog wel intact is gebleven, daar in veel mindere mate aanwezig is. Okay. En ik denk dat mensen daar zich ook veel ontwortelder voelen. En als ze iets willen beginnen, eigenlijk niet weten bij wie ze terecht moeten. Terwijl hier kun je, ja, bij wijze van spreken, bij een biertje kun je iemand aanschieten en hij helpt jou verder. Of zij helpt jou verder. Nou, Bob, jij bent een ras echte Brabander. Zie jij dat ook zo? Ja, kijk, wij zijn makers in Brabant. Hè. We zijn van oorsprong makers en die hebben elkaar sowieso wat meer nodig. Mm-hmm. Dus het Westen is vooral van de marketing, van de sales, zeggen wij dan hier. En, dus wij vinden elkaar wat makkelijker. Dus cultuur, historisch ook ingegeven. We stichten coöperaties vroeger. Pater van der Elzen, Anton Jurgens in Os, hè, met Unilever en Frits Philips, zal ik maar zeggen. Ja. Die legden toch een hele belangrijke basis tot samenwerking eigenlijk. En wij pakken dat als nieuwe generatie, pakken dat gewoon over. Oké, okay. Laten we eens een voorbeeld bijhalen. Want de paniek die was groot toen het bedrijf MSD in Os in 2010 honderden mensen, maar liefst duizenden mensen op straat te zetten. Om toch zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, werd op dezelfde plek de Open Campus Pivot Park opgericht. Een tal van bedrijven die zich met gezondheidszorg bezighouden, die werken daar met elkaar samen. En ook hier werkt het. Kijk maar eens mee. De kracht van Pivot Park ligt in drie dingen. De kernfaciliteiten en de apparatuur die wij hier op de locatie hebben. Het aantal R&D-bedrijven wat hier zit. En de community waar open innovatie plaatsvindt. De community is een samenwerking van de bedrijven die hier op het park zijn. Wij proberen dat te stimuleren door netwerkbijeenkomsten te organiseren. Door de bedrijven te ontzorgen. Maar ook vooral door ze in contact te brengen met elkaar. Zodat 1-1-3 is in plaats van 1-1-2. Al in het eerste jaar ontstonden er heel snel samenwerkingen waarbij je dan wel metingen laat doen door andere bedrijven, dingen laat uitzoeken. Of waarbij je gezamenlijk een project voor een klant uit het buitenland oppikt, waarbij wij een stukje van dat werk doen en een van de andere bedrijven een stukje van dat werk doen. Ja, ik heb wel eens gezegd, als je kijkt hoe dat er met crisissen omgegaan wordt, dan is Brabant een heel mooi voorbeeld. De grote reorganisatie van MSD heeft geleid tot het Pivot Park zoals we nu zijn. Ik denk dat je bredere ontwikkeling hebt, dat je meer ideeën kunt ontwikkelen omdat er meerdere bedrijfjes zijn, allemaal met hun eigen aandachtspunten. Toch een hogere productiviteit van de bedrijfjes doordat ze samen op één park gevestigd zijn. Heiko, is dit nou een voorbeeld voor andere plekken in Nederland waar heel veel werkgelegenheid verloren gaat? Nou, dat weet ik niet of dit ook een voorbeeld is voor andere plekken. Maar wat in Brabant eigenlijk heel gewoon is, is dat men is in staat om zeg maar, negatieve situaties om te keren in zeg maar, kansen, ja. Opportunities. Dat we er samen iets aan kunnen doen. Ja. Juist. En inmiddels is zeg maar, het begrip valley, hè, waarbij zeg maar, overheden, onderwijsinstellingen en ondernemingen met elkaar samenwerken, dat is een model wat hier veel meer, waar veel ervaring en expertise in bestaat. Mm-hmm. En dat model wordt nu wel gecopy-paste, zeg maar. In de rest, of men probeert in navolging van Brabant, ja, dit soort valleys op te gaan zetten. Ja, Eindhoven Valley, dat hoor je nu ook al steeds meer. Ja, zeg maar de high-tech campus, dat weet iedereen nu wel. Automotive campus maar hebben, vijf jaar TU geleden, campus. Vijf jaar geleden was Brabant nog helemaal niet op het vizier. En ik denk dat het te maken heeft ook met eigenlijk een positieve fallout van de financiële crisis. We hebben de afgelopen 20 jaar dachten we dat we het geld zouden verdienen met banken en zakelijke dienstverlening. Maar uiteindelijk gaat het ook met wat we met onze hoofd, mm-hmm. met onze brains, met onze handen, maar ook met ons hart kunnen maken. En al die aspecten zitten voor mij in sociale innovatie. Ja. Jij herkent dit heel erg, Bob? Ja, het is kennis en maken. Hè. We hebben lang gedacht dat Nederland een kenniseconomie was en dat die zonder maken kon. Nou, gelukkig is dat omgedraaid. Maar het verhaal van Pivot Park is een goed verhaal, denk ik, van hoe je heel snel eigenlijk anticipeert op het feit dat er toch een groot probleem ontstaat. Mm-hmm. En ja, goed, de resultaten moeten nog komen, maar het is wel goed dat iedereen daar dan zo enthousiast en zo vol induikt. En dat iedereen. Ja, dat maar dan kan ook het nog beter, dat samenwerken? Ja, ik ben wat dat betreft gematigd enthousiast. We kennen elkaar niet goed genoeg hier. Het past de ondernemer, de Brabants ondernemer, klaarblijkelijk toch niet om kwetsbaar en open te zijn.
Maar dat is toch het lijnrecht op wat jij je vertelt. Maar kun je dus nagaan dat ze van boven de rivieren erover denken dat wij dat heel erg goed doen. Maar Rob, die kan dat van binnenuit heel goed beoordelen. Ja. Ja. En ik zie dat toch eigenlijk als buitenstaande. Ja. Ik kijk dus naar Brabant en ik denk, hey, dat is interessant wat daar gebeurt. Maar het heeft heel lang geduurd voordat er in de gaten bleek wat wij in Brabant hier eigenlijk kunnen doen. Ja. Ja. Waarom? Waarom doe je dat zo lang? Hier bedenken we het. In Rotterdam verdienen we er geld mee. In Den Haag verdelen we het. In Amsterdam geven we het uit. Dat is ook zo. Mooi gezegd. Ja, dat is maar ook het is zo. Het verschil tussen goed en beter. Kijk, ik denk dat jij zegt van jullie doen dat goed hier. Alleen als ik erin zit, dan denk ik, ja, maar we kunnen nog veel beter. Als we elkaar nog beter zouden kennen en nog beter zouden samenwerken en elkaar zouden vinden, ja, dan kan dat nog veel beter als dat we nu doen. Dan kan je nog meer kansen benutten. Juist. Iedere dag komen er in Brabant nieuwe bedrijven bij, want zo zijn we natuurlijk. In Booming Brabant pikken we er iedere week eentje uit. Kijk mee naar Startup. Mijn naam is Maureen Prins, ik ben 37 jaar en mijn bedrijf is Solar Cinema. Solar Cinema is een mobiele bioscoop op zonne-energie. Dat is een busje met zonnepanelen op het dak. Daarmee laat ik stroom op in accu's. En ik reis overal rond om in de open lucht buitenfilm te vertonen. Bijvoorbeeld midden bovenop een berg in Ecuador was ik laatst. En dan kunnen we film vertonen voor iedereen die het maar wil komen zien. Ik ben zelf filmmaker. En het idee van een mobiele cinema kwam van vrienden van mij in Engeland. Die hadden een soortgelijk projectje, deden af en toe een vertoning. En ik dacht, wauw, dit is echt fantastisch. Ik kan als filmmaker, kan ik een busje bouwen, kan ik zonne-energie gebruiken, totaal onafhankelijk zijn. En ik kan het hele filmproces, film maken, maar ook het film vertonen, dus overal naartoe brengen. Timmeren inmiddels hard aan de weg en exploiteren het idee en het concept onder de naam Ecocinema ook elders in de wereld. Dat wil zeggen dat ik het idee franchise en inmiddels hebben we al 5 busjes in Latijns-Amerika rondrijden. En we willen eigenlijk de hele wereld over. Dus dat ieder continent in de wereld zo'n busje heeft en dat we nog meer films naar de meest rare plekken kunnen brengen. Zodat iedereen van film kan genieten. Ja, en bulk jij nou ook van de ideeën of ben je net een bedrijf begonnen dat in Booming Brabant moet? Overtuig ons dan in 1 tweet. Stuur je tweet met de hashtag Booming Brabant en wie weet zit jij dan volgende week in Booming Brabant. Zo kan het gaan. Ja, steeds meer studenten die beginnen al tijdens hun studie met ondernemen. En afgelopen september is op de Technische Universiteit in Eindhoven een nieuwe broedplaats gestart voor de ondernemende studenten. En Robert Al die geeft leiding aan Startup Eindhoven. Robert, hebben jullie nou niet liever dat die studenten zich fulltime met hun studie bezighouden in plaats van dat ze al buiten gaan spelen en gaan ondernemen? Maar weet je wat het is? Ze doen het allebei. En ze kunnen het mooi combineren ook. Die jongens en meisjes die hebben allemaal zijn begiftigd, die volgen een hele mooie studie om straks een mooie carrière te volgen. Mm-hmm. Maar er zijn er heel veel, die hebben toch allemaal leuke, spannende ideeën, die zien kansen in de markt en die grijpen ze en doen ze gewoon erbij. Wat moeten die studenten dan zeg maar bijspijkeren om er ondernemers van te maken? Dat wisselt per persoon uiteraard. Sommigen hebben een gift om gewoon heel makkelijk dingen te kunnen verkopen. Die hebben een goed verhaal en die weten iedereen te overtuigen. En sommigen hebben juist weer behoefte aan wat financiële kennis. Het wisselt echt per persoon. En we proberen daar op de TU hebben we een heel ondernemerschapsonderwijsprogramma lopen, waar wat studenten naast hun studie erbij kunnen volgen, additioneel. En wij proberen ze met allerlei manieren te faciliteren en te helpen op het juiste moment de juiste vraag door de juiste persoon te kunnen laten beantwoorden. Oké, we hebben een mooi voorbeeldje. Ja. Heb jij meegenomen? Want bij de Game Academy in Breda wordt het ondernemen tijdens de studie ook al heel erg gestimuleerd. En wij gingen langs bij 2 studenten ondernemers. Wij zijn Split Polygon. Wij zijn een bedrijf van 5 huidige en ex-studenten van de NATV. En wij maken videogames. Wij zijn een eigen onderneming begonnen omdat wij een concept hadden bedacht waarvan wij van dachten van we moeten het op een gegeven moment gaan verkopen, dus we zullen een bedrijf nodig hebben. En school stimuleerde ons erin om dat ook echt te gaan doen. Wij zijn eigenlijk vanaf dag 1 aan het kijken waar de talenten van de jonge studenten liggen. Een groot gedeelte daarvan heeft ondernemersbloed in zich, hebben creatieve ideeën en we proberen dat door middel van onderwijs al heel snel te stimuleren en te ondersteunen. Om zodoende, als ze straks gaan afstuderen, dat ze dan hier in de regio een eigen onderneming kunnen voortzetten. Onze huidige game is genaamd Interstellar Rift. Het is een open world space sim waar de speler niet
vastzit aan de cockpit. Dat betekent dus dat spelers samen met hun vrienden of alleen hun eigen schip kunnen opbouwen, bemannen. Ons concept en ons bedrijf is dat wij zo van nieuwe mogelijkheden hebben om mensen samen te laten werken online en creatief te laten zijn die eerst gewoon niet mogelijk waren. Ik voel dat als je als student een bedrijf begint, je hebt nog je leraren bijvoorbeeld waar je enigszins vragen aan kan stellen. Bedrijf en opleiding hebben vrij veel soort van vlak waar ze elkaar raken. In veel gevallen is je bedrijf in sommige gevallen best wel belangrijker. Ja, best wel belangrijk. Het is natuurlijk ook superleuk om te doen. Het is fantastisch. Maar het gaat, je hoort het hier ook al, het gaat natuurlijk ten koste van die studie. Maar is die praktijk nou niet dan gewoon veel belangrijker eigenlijk? Uiteindelijk is die belangrijker. Theorie? Ja, hier is het ook. En weet je, het geeft zoveel energie om met dit soort mensen te mogen werken en ze kunnen helpen van die mensen. Ja. Dat is gewoon fantastisch. Waarom is het zo belangrijk dat het traject veel eerder wordt ingezet? In plaats van, vroeger was het studeren, je gaat ervaring op doen, je kwam eigenlijk nergens aan de bak. Als je geluk had, kon je dan een projectje pakken en uiteindelijk krijg je een baan. Nou ja, kijk, als jij en ik morgen een idee bedenken en denken van potverdorie, ik moet gaan ondernemen. Dan denk je van ja, ik heb een hypotheek, die moet ik wel blijven betalen. Ik heb een gezin wat ik moet onderhouden. De stap om dan te gaan ondernemen en om alles op spel te zetten, die is vrij groot. Een student die leeft op een paar vierkante meter, die komt van een paar honderd euro per maand rond. Die kan dat nog makkelijk veroorloven. Die durft die kansen nemen. Ja, maar beseffen ze de risico's wel die eraan vasthangen? Natuurlijk, ja, en daar praat je ook met ze over. Maar die risico's zijn in die fase van hun leven, zijn die risico's te overzien. Maar merk jij ook, zeg maar, hoe lang duurt het ongeveer voordat je studenten omtoveren in ondernemers? Dat je denkt, nou krijgen ze het in de gaten. Ja, dat is ook per persoon weer zo verschillend. De een, die, daar praat je één keer mee en dan zie je de licht aangaan. En die, vanaf de dag daarna is die bezig. Ja. En gaat hij er vol voor. En de ander, daar praat je vier, vijf, zes keer mee. En dan zie je van, ja, die twijfelt toch nog. Het zit er natuurlijk ook niet overal in. Ja. 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 Maar ondernemerschap is in mijn beleving niet een mooi idee. En een paar jongens die zeggen, nou zullen ze een onderneming starten. Ondernemen is ook dat je dat voor jaren volhoudt, dat je echt een onderneming durft te beginnen die ook straks echt substantieel blijft ook. Hè? Dus ook een goede omzet doet en ook een rendement maakt. Juist. We hebben wat mooie voorbeelden, want die heb je dus ook meegenomen. Ja. Kies een mooie uit. Nou, laten we met deze beginnen. Dit is Solly. Solly is een project van Teun. Teun is een student bij ons en die, wat je hier ziet is een robot, een speelgoedrobot. Mm-hmm. En die is eigenlijk bedoeld, er bestaat een hele serie van producten. Bedoeld om kinderen op een educatieve manier te laten omgaan met allerlei duurzame energie. En Solly is dan, die klap je open en daar zitten zonnepanelen in. Ja. Maar zo is er ook Windy en die gaat met windenergie werken. Ja. Er is een hele reeks van speelgoed wat Teun aan het ontwikkelen is. Fantastisch. Heeft hij de laatste prijs mee gewonnen? Wat heeft hij de laatste prijs mee gewonnen? De InnoMarketing Battle heeft hij op de Heijten Campus in Eindhoven heeft hij gewonnen. 5000 euro, meen ik. Wauw. Ja. Nou, doe er nog eentje. Laten we deze pakken. Dit zijn twee studenten, Joost en Chris. Die hebben om zich heen gekeken en zien van, joh, ik wil naar een evenement, naar een feest. Mm-hmm. Dan moet je een kaartje kopen en dan betaal je 3, 4, 5 euro transactiekosten voor de ticketing. Dat klopt. Deze jongens dachten van, nou, dat kunnen wij beter, sneller, goedkoper met name. En ze hebben een compleet geautomatiseerd systeem ontwikkeld, waardoor die kosten nog maar een euro per ticket zijn. Ja. En dat richten ze nu op vrij kleinschalige evenementen, maar ze kunnen opschalen tot de grote Dance Valley-achtige evenementen. En dat proberen ze natuurlijk in die markt in te dringen. Dat is lastig. Gaaf. Maar die kansen liggen er zeker voor ze. Ja, Oké, als allerlaatste dan. Ja. Hoeveel studenten zijn de ondernemer van jullie in 2020? Wat denk je? Hoeveel zijn er dan de banen? Dat is lastig. Nou weet je, wij leveren per jaar als de universiteit 1200 man af. Die gaan het bedrijfsleven in. Maar de maatschappij scheelt om MKB'ers. Dus als er daarvan 100 al een bedrijf beginnen, dan ben ik al hartstikke tevreden. Wij ook. Ja. En zeker in Brabant. Dankjewel. Graag gedaan. 3D-printen, het is iets wat de laatste jaren helemaal booming is. Het bestaat eigenlijk al een jaar of 20, maar de laatste jaren heeft de techniek zich verfijnd en er zijn meer mogelijkheden bijgekomen. Shapeways houdt zich nu een jaar of 7 bezig met 3D-printing. En dat gaat eigenlijk zo lekker. Ze hebben al een kantoor in New York, maar het begon natuurlijk gewoon allemaal in Eindhoven. Bij Shapeways in Eindhoven gaat er af en toe wild aan toe. Maar als er hier een poppetje kapot gaat, dan printen ze dat gewoon opnieuw. Yes! Want Shapeways houdt zich bezig met 3D-printen. We
zijn een fabriek en een marktplaats. Dat wil zeggen dat je ideeën die je hebt die, over producten, die kun je tekenen op de computer. En zo'n file die stuur je naar ons toe. Wij maken van zo'n bestand een echt product en sturen dat weer terug naar je op. En heb je nou echt een goed idee, dan kun je het ook te koop aanbieden op die marktplaats. En dan kunnen andere mensen dat dan weer kopen en daar komt het webshop gedeelte vandaan. Per maand wordt er zo'n 120.000 keer geüpload op de website. En dat gebeurt wereldwijd. De klanten komen uit 120 verschillende landen. We hebben hier in Eindhoven een productiefaciliteit, een fabriek. En het hoofdkantoor zit in New York. We zijn gegroeid van 3 personen in 2007 naar 155 nu, op dit moment, 7 jaar later. Als alle orders verzameld zijn en netjes gepland zijn, dan wordt een heel bestand met al die kleine onderdelen en bestellingen in één geheel hierheen gestuurd naar de printers. En dan wordt zo'n grote trayfile, die wordt in laagjes gesneden van 0,1 mm. En dan gaat het eerste pannenkoekje, zeg maar, van de hele stapel, die gaat naar de printer. Dan wordt er een laagje van 0,1 mm poeder neergelegd, opgewarmd tot 150 graden. Dan komt een laser en die smelt het eerste laagje van poeder naar eigenlijk het eerste laagje van je product, van het item. En dan zakt de tray 0,1 mm naar beneden en dan haalt zich dat opnieuw. Totdat in een uur of 20 de eerste hele cake van poeder eigenlijk klaar is. En daar zitten dan alle producten in die dan we eruit moeten halen en dan schoon kunnen maken om te gaan sturen. De 3D-printtechniek blijft zich ontwikkelen. Zo werd er eerst vaak nog geprint in plastic. Tegenwoordig gebeurt het in bijvoorbeeld porselein, zilver of goud. Laatst haalde Shapebase nog een complete jurk uit de 3D-printer. Maar het gaat in de toekomst nog een stapje verder. We gaan samenwerken met HP. En daarin komt de eerste printer uit die volledig in full color plastic kan printen. En daar zijn ook al mogelijkheden om geleidende materialen mee te printen. Zodat je aan de ene kant je batterij en aan de andere kant je lampje erin prikt. De volgende stap is natuurlijk, en dat zal over de aankomende jaren steeds meer realiteit worden, dat je dus een batterij mee kan printen. Dat je een lampje mee kan printen. Tja, het blijft een magische wereld, heel dat 3D-printing. Absoluut. We zijn er bijna doorheen. Ik wil heel graag weten, wat is jullie doel eigenlijk nog voor dit jaar, voor 2015, Heiko? Heb je daar al eens over nagedacht? Wat wil je bereiken dit jaar? Ja, kijk, ik werk bij het Financiële Dagblad en dat is gewoon een kwestie van stukken tikken. Ja. Of het nou voor de krant is, web. Maar heb je iets waar je heel graag een keer over zou willen schrijven wat je nog nooit gedaan hebt? Of iemand wil interviewen die... Ja, je fantaseert over iedereen. Maar ik denk dat ik nog mijn focus op de maakindustrie Brabant zal blijven houden komend jaar. En ik denk dat het echt aankomt op in 2015 op de verandering. Mm-hmm. Je ziet, er is geen één bedrijfstak die niet aan verandering ontkomt. Dus je gaat of mee veranderen, of je blijft stilstaan en je gaat ten onder. Ik denk dat het daar in 2015 om gaat. Oké, Robert. Ja, ik heb zoveel mooie uitdagingen, maar eentje, als ik één moet noemen, dan is dat een... wij zijn met een aantal universiteiten in Nederland en Duitsland bezig om een nieuw project op te zetten. Om straks een heel groot fonds te hebben om allerlei startende bedrijven te helpen om met partijen over de grens aan hun innovaties door te werken. En als we dat voor elkaar krijgen dit jaar, dan ben ik heel blij. Dan gaan we de grens over. En juist. Bob? Nou, we verwachten een grote groei, een procent of 12, dus daar hebben we druk mee. En verder met dat is flink, het ja. Stretchen van talent. Dus... kijken wat we allemaal samen kunnen bereiken en met in nieuwe markten, met nieuwe producten en nieuwe diensten. Dus ja, veel uitdagingen. Groter en meer. Ik wens jullie allemaal heel veel succes bij het behalen van die doelen. Dank jullie wel voor jullie komst. Wij kijken even naar volgende week. Dan is er natuurlijk ook weer een Booming Brabant. En dan onder meer aandacht voor een Tilburgs bedrijf dat ooit begon op de kermis, maar nu wereldwijd op grote evenementen de aandacht trekt. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Goed zo, hè?